Hey Nadia. Wat hebt u op uw hoofd, joh? Nou, wat ieder modern mens eigenlijk zou moeten hebben, een koekoekglas. En hoe is dat? Nou ja, ik vind het net zoals jullie met die nieuwsgierige camera. Ik vind het heerlijk om gewoon mensen te interviewen, om fotootjes te nemen. Om even te vragen van waar de dichtbijzijnde bioscoop is. Om mijn mailtjes, mijn WhatsAppjes, mijn sms'jes een beetje bij te houden. En niet de hele tijd gewoon dat ding uit mijn zak halen. Ik kan gewoon een beetje lekker genieten. Je behoudt een vrije blik als het ware. Ja, ik vind al die mensen die gewoon in hun mobiele telefoon duiken. Dat vind ik eigenlijk een beetje irritant. En daar is dit ding gewoon hartstikke handig voor. En hoe ben je dit? Goh. Kijk, dat is dan weer typisch. Hij heeft gewoon weer een vuiltje. Dat moet weer gerepareerd worden. Ik blijf gewoon doorfilmen hoor. In full HD. Ik ben benieuwd wat je kwaliteit. Ik moet alleen, wat ik moet doen is vooral niet te veel. Oké, okay, ja, weet je wat, dat moet ik. Dat is het enige wat ik niet moet doen. Ik moet niet nee schudden, ja schudden. Nou ja, dat zie je dan ook gewoon in die opname. Ik ben jou natuurlijk nu aan het filmen. Ja. Hoe reageren de mensen op straat als je met zo'n unit rondloopt? Nou, de mensen op straat reageren überhaupt niet. Ze kijken als... Nee, sorry. De mensen op straat, die zeggen... Wow! Ik heb een vraag erbij. Ik kom even opnieuw. Neem ik waar. Ja, neem maar niet uit. Hoe reageren de mensen op straat überhaupt als je zo'n unit draagt? Nou, als ze het zien, en vooral kinderen, die zeggen... Meneer, heeft u een Google Glass? En dan zeg ik ja. En dan zeggen ze, oh wauw, cool, mag ik het even opdoen? En dan geef ik ze dat ding en dan gaan ze allemaal foto's maken en video's en laten zien. En zeggen, oh wauw, dit is echt helemaal geweldig. En zelfs als ik op de kinderopvang kom, en er zitten allemaal vrouwen met hoofddoekjes die ik eigenlijk nog nooit betrapt heb op enige interesse in bijvoorbeeld elektrische auto's of Tesla's. Die zeggen allemaal, je hebt een Google Glass, wat geweldig. Mijn man heeft erover gehoord en bla bla bla. Het is echt gewoon alleen maar positieve, brede interesse. Ja, je hoort ook wel dat... sommige mensen nou, bijna een pak slaan. Je hoort ook dat sommige mensen bijna een klap voor hun bek krijgen. Omdat men denkt van, zit me niet te filmen. Ja, ik zit jou nu gewoon te filmen. Maar normaal zeg ik dat er gewoon bij. Maar kijk, de situatie is anders als ik een privé situatie binnenkom. Als ik bij mensen thuis kom en zeg, hey, hallo, wow, en dan krijg ik wel als vraag, ben je me nu aan het filmen? Ja. En dan zeg ik, nee, dat doe ik niet. Tenzij ik gewoon vertel van, joh, nu ga ik je even interviewen over iets. En dan vertel ik het er ook bij. Maar dat is hetzelfde met de mobiele telefoon. Als ik een mobiele telefoon zo in mijn zak heb, kan ik natuurlijk ook gewoon filmen. En dan ziet ook niemand dat. Maar met zo'n bril is het sowieso erg duidelijk. Dus echt, in die privé situatie, als we het gewoon gesprekken hebben over dingen die je niet wil dat de buitenwereld weet, dan hebben ze wel een probleem. Maar is dat ook een van de risico's van zo'n bril dragen, dat sommige mensen denken dat ze gefilmd worden? Ja, ik heb wel inderdaad, ook als ik een keer in een kroeg, heeft iemand mij gevraagd, bent u aan het filmen? Toen zei ik nee en toen was het oké. Okay. Toen wilde hij alleen maar weten wat het nou precies is. Dus ik heb nog nooit dat soort rare gedragingen gehad dat mensen zeiden, weg ermee, haal dat ding eraf. Of in een bioscoop dat de management zei, haal dat ding weg, want was ze bang waren dat ik een film aan het downloaden was of opnemen om het te laten downloaden. Nee, nog nooit gehad in Nederland. Denkt u dat het een hit gaat worden, deze bril? Nou, als ik kijk, mensen die met hun handen werken. Gisteren had ik iemand die beklimt bergen. Nou, die vond het helemaal geweldig om zo'n ding op te hebben. En eventjes alleen maar te kunnen zeggen, oké, Glass, record een video. En dat hij dan bovenop zo'n berg prachtige video's kon maken. Ik ben bij de brandweer geweest, ik ben bij de politie geweest, ik ben bij medisch specialisten geweest. Iedereen die met zijn handen werkt vindt dit gewoon sowieso geweldig. En dan als die dingen iets kleiner worden en iets compacter en dat ze dan op een gegeven moment bijvoorbeeld in een contactlens komen of op andere plekken, dan is het hartstikke handig dat je mee kan kijken. Want ik heb nu gewoon, terwijl ik met jou aan het praten ben, is er even een WhatsAppje binnengekomen van wanneer kom je nou? Nou, dus ik weet dat die bericht er is, daar moet ik even op reageren. Heb ik niet gewoon mijn mobiele telefoon die trilt in mijn zak even tevoorschijn moeten halen. Maar echt gezelliger worden we er allemaal niet op deze ontwikkeling. Het wordt veel gezelliger, want ik kijk jou gewoon aan. Ik zit niet de hele tijd in mijn telefoon. Waar klagen mensen tegenwoordig over? Iedereen zit in zijn mobiele telefoon, iedereen zit op zijn tablet, iedereen zit achter zijn computer. Nu kun je gewoon iemand aankijken en tussentijd kun je toch even sneaky even zien wat voor berichten binnenkomen. Nou ja, je telefoon die kan je af en toe even uitzetten of in je zak. Maar als je zo'n bril ophoudt, heb je natuurlijk continu een overvloed van tekens. Het aantal mensen dat nu nog in staat is om zijn smartphone uit te zetten en daar rustig van te genieten, wordt met de dag minder. Maar er zijn boven de 65 nog een aantal te vinden. Gaat die nog wat modieuzer worden, de bril? Want het is nu nog een behoorlijk pakket wat op uw hoofd staat. Ja, dit is een volstrekt geeky glas. Dus wat dat betreft, ze hebben nu allerlei modieuze merken en monturen waar het helemaal ingebouwd kan worden. Het kan ook in iedere bril ingebakken worden. Het wordt nog 5 keer zo klein.
vijf keer zo onopvallend. Dus ja, je wordt op je wenken bediend. Het wordt allemaal nog veel mooier. Dit is gewoon nog echt een geeky exemplaar van mensen zoals ik, die helemaal niet erg vinden om voor gek te lopen. Het is nog niet echt beschikbaar voor consumenten. Wanneer denk je dat men met zo'n bril gaat lopen hier in Nederland? Nou, morgen kan iedereen in Amerika zo'n ding kopen. Voor de eerste keer moet je wel $1500 neertellen. Ik denk dat we volgend jaar rondom deze tijd dit voor €495 kunnen kopen. Oh, wauw. Nou ja, als je ermee loopt, het is natuurlijk wel een duur speeltje. Moet je ook rekening houden met mogelijke dieven? Ach ja, net zoals met smartphones. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar moet je je voorstellen, jij als journalist hebt gewoon een prachtige modieuze bril op. En in plaats dat hij alleen maar de cameraman is, ben jij het ook. En jij hebt op een gegeven moment dat eye-on-eye contact. Dat heb je gewoon vanaf volgend jaar heb je dat erbij. Of je kunt hem gewoon morgen online bestellen. Ja, u loopt met een van de eerste exemplaren. Die is dan €1700 waard. Hoeveel? Ja, 1700 als je hem laat importeren, toch? $1500, ja. Dus inderdaad, ja. €1200. Oké, dan doen we even opnieuw. U loopt met een van de eerste exemplaren, dat is zo'n €1200 waard. Dat is toch nou ja, een hoop spaargeld. Wacht, ik doe hem even opnieuw, duurt te lang. Een hele hoop spaargeld, ja. Huh? Bij Ponius hebben we daar geen tijd voor, dit soort lange vragen. Lange zeg nou gewoon wat je wil zeggen, meid. Ja. Ja, die bril die u op heeft, is toch wel zo'n €1200 waard. Is niet bang voor diefstal? Nee, absoluut niet. Ze gisten hem zo van uw hoofd af. Nee, ze gisten het niet zo van mijn hoofd af. En ze pakken mijn smartphone ook niet zo uit. We zijn in Nederland, dit is echt een relaxed land. Dat is niet het probleem. Die dingen die worden ook 10 keer zo goedkoop. Dus wat dat betreft, waar praten we over? Moet er nog veel verbeterd worden? Er moet nog een hele hoop verbeterd worden. Het batterijleven moet nog beter. Hij moet nog wat beter aan mijn stem wennen. Het beeld moet wat nog helderder. Maar het is wel een hele mooie ontwikkeling. Niet voor iedereen, maar wel voor bijvoorbeeld 10% van de mensen. En wat is nou de functie die jij het meest gebruikt? Ik ben voortdurend mensen aan het interviewen. En dan is het echt hartstikke leuk. Ik interview jou. Ik zeg oké, share op YouTube of share op Facebook. En ik ben meteen klaar. Ik hoef daarna niet meer te editen zoals jullie. En moeilijk in te spreken en alles weer in te korten. Dus voor mij is de videofunctie, vind ik echt gewoon het beste. Ja, toen de eerste films uitkwamen, was men heel bang dat de trein de zaal inkwam. Wanneer denk je dat men echt met zo'n bril gaat lopen? Ik denk dat mensen ontzettend gauw gaan wennen aan die Internet of Things. Dat dingen in je horloge, dingen in je contactlens, dingen in je bril. Dat er dingen voortdurend bezig zijn om je hartslag te meten. Kijken wat je aan het eten bent. Dat soort dingen gaan we de komende paar jaar heel erg snel aan wennen. Denken mensen ook wel eens dat u slechtziend bent? Omdat u toch nou ja, een vrij nieuwe bril op heeft? Ik vind het ongelooflijk dat mensen zeggen, heb jij een Google Glass? Echt allerlei mensen van allerlei soorten en maten. Ja, inderdaad. Kijk hier, zij weten het ook. Ja. Nou, die kwam van Ponius hoor, niet voor de Google. Die kwam voor de Google Glass, maar het had heel makkelijk gekund. Mensen over het algemeen weten allemaal dat dit een Google Glass is. Het is een heel bekend ding. Hoe werkt het spraakopdrachten? Gaat het goed? Ja, je moet wel Engels kunnen. Het is nog geen Nederlandse vestiging, maar ik kan perfect zeggen van give me driving instructions to Ponius. En dan geeft hij me gewoon, navigatie, zie ik in de rechterbovenhoek. En dat werkt prima. Of inderdaad van, hey, geef me wat bioscoop hier in de omgeving, dat werkt goed. Of I want to have a great Japanese restaurant. Al dat soort dingen werken. Een van de kritieke punten was ook van dat hij met regen heel snel stuk gaat. Al gemerkt? Ja, dat heb ik ook gemerkt. Ik heb hem alleen een weekend buiten laten liggen. Dus toen is hij helemaal verdronken en nu heb ik wel last van mist in mijn Google Glass en hij wordt nu droger. Dus dat is inderdaad nog een puntje. En de accu, bij de eerste... Deze vraag. Oh ja, ja. Ja. Okay. Een van de kritieken die werd geuit was ook wel dat het met regen kort leven beschoren is. Al last van gehad? Ja, daar heb ik enorm last van gehad. Maar ik ben zo dom geweest om dat ding buiten te laten liggen. Een heel weekend lang in de regen. Dus hij is compleet verdronken. Dus ja, mijn Google Glass is enorm vochtig op dit ogenblik. Ik zie allemaal mist en daar baal ik van als een stekker. Maar hij doet het nog wel. Hij doet het nog wel, maar ik zie niet jouw mooie, heldere gezicht op dit ogenblik opgenomen worden. Zo goed als het altijd normaal was. Denkt u dat ook snel de andere merken gaan volgen? Ik denk dat er ongelooflijk veel mensen zijn. Je ziet al, het is enorm druk op het gebied van smartwatches. Daar is iedereen al mee bezig. Hartmeters, allerlei andere zaken. En brillen, daar zijn er ook al een stuk of 20 van. En hoeveel geld denkt u dat deze ontwikkeling heeft gekost?
Ik denk dat het op dat moment nog een fractie is. En ik denk dat die paar honderd euro per persoon, waarvan 10% van de mensen er iets aan gaat geven, dat dat eigenlijk heel weinig is vergeleken met de invloed die het gaat hebben. Nee, maar ik bedoel, van Google Glass heeft het ze een miljard gekost. Wat heeft het ze gekost om te investeren in dit product? Weet je dat toevallig? Google Glass is echt een heel goedkoop product voor Google. Als je ziet hoeveel publiciteit ze eruit krijgen, dat iedereen zoals ik $1500 betaalt zonder enig probleem. En dat ze er heel veel van leren, het heeft ze bijna niks gekost. Dan heb je nog de batterijduur. Gaat die een beetje lang mee of moet je constant met een dubbele batterij op zak lopen? Ja, ik moet met een batterij op drank. Sorry. Ja, ik moet met een batterij. Ik doe de vraag ook even erbij dan. Ja. Oké. Okay. Met de meeste nieuwe producties die batterij ook snel leeg. Hoe is dat met deze? Waarom zeg je het niet gewoon kort, die vraag? Hoe lang gaat de batterij mee? Of zo, weet je wel? Maar goed, nog maar één keer. Ik wou me even mee bemoeien, net alsof ik een cameraman ben. Maar ik ben ook een cameraman, ik ben je aan het opnemen. Gaat de batterij een beetje lang mee? Nee, een halve dag en als ik aan het filmen ben, een uur. Dus wat dat betreft mag dat best wel drie keer zo lang. Nou, dat is toch een hoop geld dan voor al die nadelen? Ik geniet er elke dag van. En kan je dus een instructie geven, dat wij dat even zien? Ja hoor, dat is prima. Kijk, ik zet hem aan. En dan zeg ik, doe ik hem aan, doe hem bijvoorbeeld omhoog, gooi mijn gezicht omhoog. En dan zeg ik, oké, Glass, take a picture. Oké, Glass, share with Facebook friends. En nu staat hij online. Oké, Glass, Google, where is the nearest cinema? Wat zeg je nou allemaal, joh? Ik zeg dus, waar is het dichtbijzijnse bioscoop? Moeilijk, hè? Het lijkt alsof je jezelf staat te praten, joh. Ja, dat is inderdaad eventjes wennen voor mensen. Als je zo op het station staat, denken mensen ook van wie is die gek daar? Nou ja, mensen zijn toch wel gewend dat je op een gegeven moment tegen je smartphone aan het praten bent. Maar nu praat ik inderdaad in de lucht en ik heb geen oortelefoontjes in. Ach, we zijn overal aan gewend. Dit kan er ook wel weer bij. En hoe reageren mensen dan als je zo staat te praten tegen je Google Glass? Mensen zijn echt gefascineerd. Ik heb nog nooit iemand gehoord, wat ben jij een rare man? Wil je een raar ventje? Zeg van, wauw, is dat Google Glass? Mag ik het ook proberen? Heeft een hoog fascinatiegehalte. Snijsels. We gaan snijden. We gaan snies naar snijden. Ik stuur je deze hele opname, je. Ja. Dus die kun je er dan, dan kun je gewoon met een grote glimlach. Maar inderdaad, als ik dus een beetje ga bewegen, zo, weet je wel, dan zie je dat. Ik moet echt een beetje zo bewegen en niet gaan knikken. En dus ik moet wel een beetje uitkijken met mijn mimiek. Ja, ik heb ook een keer een spionagebril gehad met camera. En toen ging ik de opnames terugkijken en toen zag ik ook inderdaad dat dat heel snel zo... Ja, maar ik denk dat moet ik even aan wennen. En ik ben natuurlijk een heel ongeduldig en mijn mimiek is wel een beetje actief. Maar dan moet ik dan met mijn handen moet ik dat een beetje gaan bijwerken. En met mijn handen doen en niet met mijn gezicht en niet met mijn ogen en niet met mijn... gewoon vooral niet met mijn gezicht. En ik moet een beetje zo lopen, een beetje... Weet je wel, en dat doe ik nog niet zo, dus mensen kunnen nog een beetje zeeziek worden. Maar lijkt het wat omdat... Maar waarom? Even het aardige is dat het even andersom doen. Oh ja, maar... Zo. Hij is nog aan het opnemen. Zie je mij? Stel mij nog even een leuke vraag. Oh wacht, maar... Hoe kijk je ernaar dan? Want het voelt toch een dat beetje... Dat is dat foggy gebeuren. Hij is nu heel mistig, dus de helderheid is factor 10 keer zo weinig. Dus je ziet het eigenlijk buiten liggen. Niet zo knikken, niet zo schudden met je hoofd, want dan zie je dat schudje. Dan ga je de hele opname schudden. Maar in feite zonder bril zou je dus, zeg maar, want jij draagt een bril, ik niet. Dus dan zou ik er zo bij lopen als het ware. Dan ziet je er wel, je ziet er heel intelligent uit. Een beetje cyberborg, Sexy hoor. Ja, past goed bij andere foto's op het internet. Ja. Ik weet niet of ik hier het goed mee doe op de vrijdagavond, maar... Ik denk dat je nog meer aanspraak krijgt dan je normaal ook krijgt. Dat sowieso. Toch al geen klagen over, ja. Zo grappig wat je zo ziet, inderdaad. Ja. En jij kijkt dan gewoon, doe je dan een oog dicht als je er naar kijkt? Nee, ik doe geen ogen dicht. Ik kijk gewoon zo rechtsboven, dan zie ik hem. Zeg maar, je kunt een beetje zo draaien eraan, dat je... Dan sta je hem precies goed. Maar wint dat snel? Want ik vind het best wennen, eerlijk gezegd. Normaal is de helderheid hartstikke groot. Dus dan zie je het echt hartstikke goed boven. En dan kijk je hem rechtsboven en dan zie je het heel goed. Maar je moet hem dus niet gewoon in de regen laten liggen. Niet zoals jij. Runtieken, ja. Ik geef hem je weer terug. Grappig, hè?
Het heeft nog zo'n beetje zoiets robocops-achtigs, hè? Ja, ik ben niet een fashionmodel en dat zal ik ook nooit worden. Ik vind het niet gek om voor lul te lopen. Dat doe ik met alle plezier. Nice. Hebben we nog wat shots nodig? We hebben nog een paar snijshots. Oh ja, ja. Nee, maar snijden. Ik blijf lekker filmen. Ja, ja, ja. En hoe gaat het verder? Nou ja, mijn Tesla is net van Londen naar Oslo gereden. En die moet nu terugkomen. Alleen ze hebben een beetje pech gehad. De laadpaal werkte niet. Dus hopelijk. Oh nee. Ja, en ik moet morgenochtend. Ik moet hem echt morgenochtend. Nee, ik moet hem. Sorry. Heb je hem uitgeleend aan vrienden? Ik heb hem aan vrienden uitgeleend. En die zijn dus tussen Londen en 80 uur zijn ze van Londen naar Oslo gereden. Helemaal overweg. En die bereiden zich voor de 80 dagen rit. Dus die gaan in 80 dagen de wereld door. Oh, wow. Helemaal bam. Van naar Amerika toe, dan heel Amerika toe. Latijns-Amerika, van Latijns-Amerika naar Australië. Australië naar Azië. En dan helemaal terug. Dus ze gaan helemaal rond de wereld met elektrische auto's. Dat is wel interessant. Hartstikke interessant. In 2016 kun je er een leuke reportage van maken. Nee, en wat misschien ook nog wel leuk is, als je ons dat in het filmpje kan sturen. Dus jij geeft die Google opdracht. Ik ga even nu met jou naar boven en ik geef je meteen dit videootje even. Oh ja, dat is goed. Wat close. Ja, en wij kunnen zometeen even. Ik kan je zometeen eventjes die video, als we binnen zijn, kun je eventjes al die OK-glas, recorded video, bla bla bla, screenshots doen. Ja, van inderdaad Find a Japanese Restaurant of zoiets. Bijvoorbeeld, zijn, ja. Ja, oké. Okay. Jij bent nu shots aan het... Ja. Ja. Wat ben ik hier aan het genieten in Amsterdam-West. Hoeveel mensen hebben al zo'n deel? Eigenlijk? Een stuk of 30, geloof ik. 30 mensen. Dat is ook niet veel. Ja, $1500 is toch wel een beetje een kleine grens. Mensen vinden het toch niet zo fijn om dat te kopen. Ja. Ja? Ja? Oké, okay, ik loop terug. En dan stop je hem, hoe geef je dat dan aan de computer? Met een kabeltje of zo? Ja, USB-kabeltje erin. Oh, ja. En jij kopieert. Hè? Dan heb je zo, dan zie je een lijstje van files en dan drag je dat filmpje. Dat drag je dan op je eigen computer en dan zoek je maar uit wat je ermee doet. Hey, zullen we nog even shots doen dat hij zeg maar opdrachten geeft en loopt? Ja. En dan wat basisshots van die weten kunnen gebruiken. Moet je de microfoon vasthouden? Nee, dat is een beetje gek. Oké, okay. Ja. Van hem alleen. Ja. Dat is ook wel een beetje naakt voor het geluid. Ja, allemaal. Ja. Oké, okay, Glas. Navigate to. Po-nieuws. En niet in de camera kijken. Ja. Oké, okay, Glas. Take a picture. Oké, okay, Glas. Record a video. Goeiedag. Eventjes een, je bent eventjes een proefkonijn met Po-nieuws. Ja? Ja. Oh, als je even verbaasd